zeg eens kort, binnen de minuut, waarom de mensen eigenlijk voor u zouden moeten stemmen volgende week. Nu, om vooraleer we dat gaan doen, zou ik willen vragen dat het, ja, dat duurt 8 minuten. Dus die 8 minuten zou ik willen vragen dat het echt wel stil genoeg is in de zaal, zodat de mensen achteraan ook kunnen horen op wie ze best volgende week zouden stemmen. Dus, het gaat als volgt. Ik geef de micro aan elke kandidaat. Ik kijk op mijn horloge en als de minuut voorbij is, geef ik teken aan de discobar om het geluid toe te draaien. Dus kort, krachtig, waarom de mensen op u zouden moeten stemmen voor de volgende 6 jaar. Waarom de Vos moet stemmen met mij eenvoudig, omdat wij 30 jaar ervaring hebben, zelfs nog 12 jaar meer, ook in de oppositie ervaring hebben, 30 jaar bestuurd hebben en met hart en ziel van Kruibrieken en van de mensen ouder. En Kruibrieken, Kruibrikenaars, lieve mensen noemen en graag met ieder van u, met iedereen willen samenwerken. Dank u wel, meneer de Nerds, dat was binnen de minuut. CD&V Kruibrieken wil de gemeente leiden met een team. Met een burgemeester aan het hoofd van CD&V. En met een team dat samenwerkt. Dat samenwerkt om de dingen degelijk en goed aan te pakken. We hebben het gehoord vandaag. Het gaat voornamelijk over financiën. We zullen heel goed moeten nadenken hoe we alles gaan aanpakken. We willen niet zelf het warme water uitvinden. We weten dat we bij de hogere overheid heel veel steun kunnen krijgen. En daarom willen wij er heel graag met heel veel plezier tegenaan gaan. Dank u wel. En zelfde opdracht voor meneer Stassen. Dank u wel. De voorbije 6 jaar waren niet goed. Terhuis hebben we een klein beetje een staaltje gezien hoe het er aan toe gegaan is de voorbije 6 jaar tussen mensen die beleid moesten maken, maar weer ruzie maken. Daarom hebben we samen voor Kruibrieken opgericht, omdat we willen bewijzen dat samenwerken wel kan en dat we een aantal zaken willen realiseren. Wij willen bewijzen dat goed bestuur wel kan, wij bewijzen dat vandaag al, en dat we zaken financieel zullen aanpakken. Dus als je een geloofwaardig alternatief hebt in Kruibrieken of zoekt in Kruibrieken, dan vind je maar één, dat samen voor Kruibrieken. Waarom voor Kruibrieken belang stellen? Dat is heel simpel. Als je binnen 3 jaar minder belasting wilt betalen, dan moet je voor ons stemmen. Als Kruibrieken Plus willen wij ook meewerken aan transparant beleid, een bestuur dat goed werkt, dat samenwerkt, dat geen ruzie maakt. En uiteindelijk, wij willen van Kruibrieken Min naar Kruibrieken Plus. Plus staat voor praten, luisteren, uitvoeren en steunen. Heel eenvoudig. Dit was vanavond een organisatie vanuit Jeugdraad en Jeugdhuis. Dat was straf als je deze zaal bekijkt. Ten tweede zou ik willen zeggen dat hier vooraan zitten voor zo'n meute niet steeds makkelijk is. En dat is, ja, moedig dat deze mensen dat willen doen. Los van moedig is het ook moedig dat zij de komende 6 jaar u willen besturen en u vanavond een inkijk gegeven hebben wat hun standpunten zijn. En last but not least, ik heb u vanavond op het podium gestaan. Ik moest regelmatig denken aan hangjongeren, want ik stel vast dat vanavond hier toch wel om en bij de 198 geïnteresseerde mensen aanwezig waren. Spijtig van die 3 andere zielegaards, maar die 198 bedankt en tot de volgende keer.